Inzet voor de battle. We duiken het water in en gaan smijten met een bal. Zo, Nienke, het is wel duidelijk welke sport we gaan doen. Ja, het is tijd voor de battle waterpolo. Nienke en Marije proberen hun team naar de overwinning te coachen. Maar er is één regel. De spelers in het team hebben de sport nog nooit gedaan. Is het vermoeiend? Ja, heer. Maar ik wil achter die bal zwemmen en dan weer terug zwemmen en dan weer heen en dan weer zo. En... Handig, als dat deze coaches zijn, hebben ze een toptrainer voor hun team gefixt. Een Olympisch topsporter kan natuurlijk haar fijn uitleggen hoe dat werkt, dat waterpolo. Nou, toevallig mijn ook Olympisch. Dat is toevallig. En de coaches hebben talentvolle kinderen gescout voor het team. Mijn team is echt als een vis in het water. Oh, toevallig mijne ook. Mijne zijn echte waterratten. Ja, en ze kunnen heel goed samenwerken. Ik heb namelijk waterscouts. Uit Amersfoort. Succes! Dit zijn waterscouts. En deze kinderen komen uit Amersfoort. Maar zijn verdeeld over twee rivaliserende waterscoutverenigingen. Dit zijn de kinderen van Team Blauw, het team van Marije. Zij doen waterscouting bij de Karel Doorman groep en worden de junior zevenkenners genoemd. Hi, ik ben Finn. Hi, ik ben Ole. En ik ben Tijmen. En ik ben Finn. Is goed, Marije, we komen eraan. En ik ben Sven. En dit is het team Oranje, het team van Nienke. Zij doen waterscouting bij Kainoya en worden de dolfijnen genoemd. Ik ben Rowan. Hallo, ik ben Eon. Hoi, ik ben Feline. Hallo, ik ben Evan. En ik ben Jelle. Absoluut! Ook goedemorgen. Jullie zijn dus echte waterratten. Ja, ja zeker. Maar water is zo nat en koud. Nee, het is leuk, want je kan erin varen. En hoe zit het met regen dan? Ja. Ons maakt dat niet uit. Zeker. En als de zon lekker schijnt? Dan doen we een regendans. Oh, stop. Het begint te regenen. Ja, maar wij staan toch droog? Oh ja. Wat is er leuk aan waterscouting? Alles. Het varen. Varen. En zeilen. Ja. Met elkaar zijn op een boot. Ja. Plezier hebben. Vrienden, man. Je kan gewoon vrij zijn op het water. Gewoon lekker paddelen, lekker rustig chillen met je vrienden. En zijn jullie benieuwd op welke sport jullie gaan doen? Ja! Nou, het is iets met water. Yeah! En wat denken jullie? Waterpolo. Ah! Is het waterpolo? Ja, het is waterpolo. Yeah! Ja, oh, wat slecht. Wel even oefenen met vangen. Zeg, jullie hebben natuurlijk niets met ballen. Wel. En lijkt het jullie leuk? Ja! Ik ken van waterpolo dat je omlaag wordt gedrukt. Lijkt me ook wel zwaar. Wie is straks jullie tegenstander? De kanonijnen. Daar een coole naam hebben ze, toch? Nee. Goudvissen. Zijn allemaal zo klein. Goudvissen? Wij gaan toch voor goud? Weet je hoe wij dat dan noemen? De playverkenners, toch jongens? Ja, die scheiden elke keer in een broek van angst. Ja. Wat een veiligheid, zeg allemaal. Zeg, wat vinden jullie van die naam? Bah, belachelijk. Echt. Maar waarom zijn jullie eigenlijk zulke rivalen? Ja, omdat het is de andere scouting, waterscouting in Amersfoort. Dus dan zijn we automatisch rivalen. Oh, een burenruzie. Jongens, we gaan sowieso winnen. 3 op de 3. Ze maken geen kans. Nog laatste woorden. Ze liggen er al lekker in, hè? Nou, ze zijn al hard aan het trainen, joh. Dit is mijn team Oranje van waterscouting Kainoya. Ja, en ik heb team Blauw. Zij komen van de waterscoutinggroep Karel Doorman. Die zijn onverslaanbaar. Ik zie nu al dat ze heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Oké. En die toppers die liggen er ook al in. Ja, lekker team Blauw. Jij hebt Vivian? Ja, ik heb Vivian. Jij bent er. Ja, kom je les. Goed. Met één hand. Dat zijn echt niet de minste. Hè. Die zitten in Team NL, zijn Europees en wereldkampioen en hebben nog brons gepakt op de Olympische Spelen. Ja, als iemand het ze kan leren, waterpolo, dan zijn zij het. Ja. Maar wie is de beste in waterpolo? Dat gaan we zien.
Ik zou zeggen, Nienke, zie je dan. Heel veel succes. Hey, heel veel succes. Sterkte. Ja, dat zal je nodig hebben. Ja. Jullie zijn al lekker bezig. Ja, ze waren echt al super goed bezig. De warming-up zit erop. Ze zijn in ieder geval heel fanatiek, dus ze werken heel hard. En we hebben ook al even geoefend met schieten. En we scoorden heel veel doelpunten, dus dat belooft wat. Jullie zien er al helemaal uit als professionele waterpoloers, joh. Helemaal met die mutsjes, hoe zit dat nou? Voor de eerste keer om dat ding aan te hebben, is het een beetje apart, zeg maar. Wat gaan we allemaal leren vandaag? Nou, we beginnen met een stukje zwemmen met de bal. Want dat is natuurlijk anders dan gewoon zwemmen. We moeten wel kunnen zien waar we naartoe gaan en ondertussen de bal meenemen. Zodat je kan zien wat er gebeurt en naar wie je misschien moet pasen. Of dat je misschien al kan schieten. Je kan niet. Je kan niet met je hoofd onder water zwemmen. Dus we gaan gewoon borstkrol zwemmen. En die bal nemen we eigenlijk mee met onze neus. Oh, tot de helft. Oh, nee, gaat het even. Goed zo. Goed, goed. Borstkrol. De armen zijn heel sterk. Wat vonden we daarvan? Leuk, maar ook een beetje zwaar. Moet je ja, zwaar? Wat is er zwaar? Soms duw je de bal vooruit en dan duw je hem net te ver vooruit. Zodat hij ook gewoon onderschept kan worden. Als je hem niet bij je houdt, dan is de kans groot dat je hem kwijt gaat raken. Voort, 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 voort. En dan gaat die bal vanzelf mee. Ja. Goed zo. En de bal meenemen met je neus. Ik denk dat we klaar zijn voor de volgende stap. En dat is? We gaan pasen. Oké, okay, kijk, jij hebt het talent om dit vast te kunnen houden. Dit is een trucje dat als je geen grote handen hebt of überhaupt, dan leggen we hem in het kommetje. Dan hoef ik hem eigenlijk niet te knijpen, kan ik toch de bal goed vasthouden. Als iemand de bal vast heeft, dan mag ik jou onder water duwen. Wat? Ja. Echt? Als je de bal vast hebt, dan mag je iemand onder druk zetten. Maar als jij hem loslaat, dan moet ik ook loslaten. Elleboog uit het water, bal in het kommetje. Ja. Ja. Elleboog open. Je mag wel kijken. Ik heb de bal, dus dan mag ze maar onderduwen. Ja, doe maar. Probeer mij naar onder te duwen. Ik mis de bal. Harder duwen. Harder duwen. Oh. Ja. Oh, zo. Bij mij gaat het heel goed. Ja, mijn team is echt pijlsnel in het water. Ja, Bente is echt een geweldige trainer. En mijn team is ook heel goed in communiceren. Ja, die balcontrole is echt perfect. Maar ik ga winnen. Het enige wat nu nog eigenlijk overblijft is het scoren. Dus wat daarbij belangrijk is weer die elleboog uit het water. Goed benen om en om. En nawijzen naar de hoek waar je wil schieten. Zo hard mogelijk. Gaan we er weer in? Nou, daar ben ik goed. Komen, ik denk het ook. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, we hebben alle stappen gehad. En straks Team Blauw. Ja, tegen FIFA opnemen. Ja. Ja, dat doet FIFA en ik wel vaak. Ja, er heerst wel een rivaliteit tussen jou en FIFA. Er is een natuurlijke rivaliteit. Ja! Dus ja. Nog grotere reden om te gaan winnen. Ik heb het gevoel dat dit een battle gaat worden met veel doelpunten. Ik denk het ook. Aan de kant van Blauw. Zeker. We gaan ons klaarmaken voor de finale. Ja. We zijn er klaar voor. Let's go. Let's go. Na een intensieve training is het tijd voor de finale. Ja, welk team mag zich zo dadelijk meesters van het zwembad noemen? Is dat Team Oranje? Of wordt dat Team Blauw? Yeah! Ja, Bente, Vivian, hoe gaan we zo meteen de finale spelen? Ja, we gaan 2 periodes van 5 minuutjes spelen. En de regels zijn dat je de bal wel met 2 handen mag vangen, maar gooien en schieten doen we maar met 1 hand. En het team met de meeste punten, die wint natuurlijk de beker. Ja, hier staat een jongens, hebben jullie hem al gezien? Kijk eens even. Even aanraken alvast, ja? Wij raken hem straks wel aan, als we hem hebben gewonnen. Prima. Teams, zijn jullie er klaar voor? Ja! Publiek, zijn jullie er klaar voor? Ja! Succes! Zijn we nerveus? Ja!
Maar we gaan wel winnen. Dat ja. We. In de verdediging zoeken we allemaal ons eigen mannetje. Dus gaan we 1-op-1 verdedigen. Als we de bal hebben, gaan we gebruik maken van hoe goed we kunnen zwemmen. Heel hard naar voren en heel goed naar elkaar pasen. Dus één ding wat jullie moeten weten, Bente en ik zijn echte rivalen. Want in het water moet zij mij altijd verdedigen. En dan probeer ik altijd bij haar een doelpunt te maken. Jij wil gewoon ook van Bente winnen. Ik wil van Bente winnen. Ja, daar gaan we voor zorgen. Welk team zijn wij? Team Oranje! Blauw, blauw, blauw. De bal gaat in het touw. Nou, de scheidsrechter gooit de bal in het water. En beide teams zwemmen zo hard ze kunnen om als eerste de aanval te openen. Team Oranje heeft als eerste de bal, maar verliest deze al heel snel. Team Blauw heeft de bal en het eerste schot op goal is... Oh, meteen een doelpunt! Dat is lekker, zeg. Het tempo zit er lekker in. 1-0 voor Blauw. Kijk eens, wat een prachtgoal! Oranje paast, maar die bal die gaat veel te hard. Blauw onderschept de paas. Maar wat doet die keeper nou? De bal wordt in de handen van Oranje gegooid. De eerste kans van Oranje. En ja hoor, het is 1-1. Blauw aan de bal. Maar deze worp komt in de handen van team Oranje. Hoho, ik voel het aan mijn water al dat dit een doelpoging wordt. Dit schot mist net de kracht. Een lange bal van de keeper. Mooi gevangen. Ja, goed verdedigen. Oranje paas. Oranje komt alleen voor het doorstaan en... Nee, wat een topkeeper is dit, zeg mensen. Weer een lange bal van de keeper. Blauw stormt op het doel af. Ja, ja, die zit erin. Het is 2-1 voor Blauw. Even in herhaling. Kijk eens, mooie boogbal over de keeper heen. En daar volgt een fluitsignaal. Het is de rust. Luister, misschien kunnen we beter, want het is heel moeilijk om heen en weer te zwemmen. Dat twee mensen blijven verdedigen en twee mensen in de aanval gaan. En dan krijgen jullie een paasje van hun of van de keeper. Ja? Ja. En dan schieten. Ja. Ja. Wij moeten gewoon blijven doen wat we al doen. Goed overpassen. Alleen beter voorraad. Beter verdedigen samen. Maar verder goed blijven passen in de aanval, want dat deden we echt al heel goed. Ja. De tactieken zijn aangescherpt. De tweede helft kan van start gaan. En ook nu is team Oranje als eerste bij de bal. Goed schot. Oh, de ballen vliegen je om de oren. Een kat-en-muisspel. Oranje heeft nu de bal. Ja, daar is de gelijkmaker. Oh, mooi hoor. 2-2. En met deze gelijke stand kan er weer van alles gebeuren in de wedstrijd. Niets is beslist. Ja, het wordt ze. Ja, het daar, een mooie paas van Blauw. Ja hoor, het derde doelpunt van Blauw. Het staat 3-2. Oh, waar gaat dit heen? De coaches zijn blij, want het team staat weer op voorsprong. Nu moet team Oranje weer op jacht naar de gelijkmaker. Maar team Blauw wil die voorsprong nu echt uitbouwen. Het eind van de speeltijd is in zicht. Lukt het team Oranje om nog gelijk te maken en er misschien wel een verlenging uit te slepen? Heel ver. Oh, wat een kans!
goed schot. Maar ja, een betere redding van de keeper. Blauw gaat direct in de tegenaanval. En daar is de goal. 4-2 voor Blauw. De laatste seconde stikken. Ja hoor, daar is het fluitsignaal. Wat was het een spannende battle? Wat een strijders zijn jullie, zeg. Ja, het was echt een hele spannende wedstrijd. En Team Oranje heeft het ons heel erg moeilijk gemaakt. Dus ik denk dat het wel een applausje waard is voor Team Oranje. Top, jongens. Heel knap gedaan. Maar ja, dat betekent toch echt... Ja, dat de winnaar van deze battle, Team Blauw!